Welkom bij een nieuwe pilot op gamersnet.nl. We snappen dat we jullie een beetje doodgooien met pilots de laatste tijd, maar dit vonden we toch wel een million dollar plan. We gaan jullie namelijk wat meer vertellen over de verhalen achter games. In deze allereerste aflevering nemen we jullie mee naar, gewoon onze eigen wereld eigenlijk. Blizzard's pareltje Overwatch speelt zich namelijk gewoon op aarde af, in tegenstelling tot vrijwel elke andere titel van de ontwikkelaar. Hoewel de game zich afspeelt over 60 jaar, begint het verhaal rondom Overwatch zo'n 30 jaar in de toekomst. De techniek heeft zich verder ontwikkeld en kunstmatige intelligentie bereikt een toppunt. De mensheid heeft de kunstmatige intelligentie gebruikt om Omnix te ontwikkelen. Robots die gebruikt worden voor economische voorspoed en gelijkheid over de hele wereld. Het was allemaal fun en games tot de Omnix door een foutje in het systeem zich tegen de mensheid keerde. Ze begonnen zichzelf te bewapenen om het menselijk ras richting het einde te begeleiden. En dat leidde tot een wereldwijde ramp, omdat de Omnix ook over de hele wereld verspreid waren. Net als furries en pastafaris en PlayStation gamers eigenlijk. Anyhow, om deze ramp te kunnen tackelen, richtte de Verenigde Naties onder leiding van secretaris-generaal Gabrielle Adawe een elite team vol soldaten op, onder naam Overwatch. De beste menselijke vechtmachines over de hele wereld kwamen samen in Overwatch, wat aanvankelijk begon met een klein team van 7 soldaten. Gabrielle Reyes, John Jack Morrison, Gérard Lacroix, Torbjörn Lindholm, Reinhard Wilhelm, Anna Amari en Liao. De wereld keek met grote hoop naar hun nieuwe helden en werden internationale iconen. Het team werd uitgebreid en kreeg nieuwe missies zoals het verkennen van de ruimte, medisch onderzoek en het instand houden van het ecosysteem van de aarde. Hoewel het lekker ging binnen het team en ze terroristische organisaties neerhaalden alsof het niks was, begon het van binnen toch te borrelen. Reyes was namelijk vanaf het begin eerste commandant van Overwatch, maar het was Morrison die het team wist te smeden tot de huidige staat en de Omnic Crisis tot een einde wist te brengen. Hij werd daarna dan ook gepromoveerd tot eerste commander van Overwatch. Het vervolg is een oude Shakespeareaanse ruzie. De vriendschap tussen Reyes en Morrison werd verbroken en een ruzie verscheurde Overwatch. Tot overmaat van ramp werd het team ook nog eens beschuldigd van corruptie en nalatigheid en de wereld keerde zich tegen de voormalige helden. De Verenigde Naties begonnen een onderzoek tegen Overwatch, maar voordat die tot een conclusie kon komen, kwamen Reyes en Morrison beide om bij een schijnbaar ongeluk op het hoofdkwartier in Zwitserland. Overwatch werd opgeheven en de eens zo bejubelde helden werden met de nekharen aangekeken. Het team van helden keek terug naar de organisatie en zag vooral de goede kanten. De helderdom, de vrede, de opoffering. Het was dan uiteindelijk ook Winston, de hyperintelligente gorilla, die besloot om door te gaan met Overwatch. Zij het in afgeslankte vorm en zonder de Verenigde Naties. Vanuit een geheim watchpoint in Gibraltar herstelde hij het communicatienetwerk van Overwatch en herstartte het programma. Fast forward, Overwatch bestaat weer met nieuwe en oude helden met een gezamenlijk doel, de wereld een betere plek maken. Of dat lukt of niet, Winston en de rest doen er alles aan om terug te keren naar de tijd van voorspoed en ontdekking. En dat doen ze door in afgesloten arena's het tegen elkaar op te nemen. Ja, hoe ze dat voor zich zagen weet ik ook niet helemaal precies eigenlijk. Dat was grotendeels het verhaal achter Overwatch. Laat ons weten of je er wijzer van bent geworden en of je dit concept een leuk idee vindt. En laat ook vooral nieuwe games achter waarvan jij de lore graag wil horen. Doedels!